Die ijsberen die zijn gelukkig. Die huppelen nog altijd rond op dat Noordpoolijs. En ze zijn zelfs verdubbeld in populatie. Waar komt die angst vandaan? Die komt meestal vandaan uit de wetenschappers op zoek naar klimaatfondsen. Want als er een probleem is, liefst een groot probleem, ja, dan heb je geld nodig om dat verder te onderzoeken. En wat blijkt? Dat waren er ongeveer 3000 toen dat ijs een beetje aan het smelten was. En nu zijn ze met 20.000 tot 30.000. Vanaf 1979 hebben we satellieten. En die vliegen gewoon rond en die nemen zo wat foto's. En wat blijkt? Inderdaad, dat Noordpoolijs was aan het smelten in 1979. Maar vanaf 2012 tonen die satellieten dat dat ijs terug aan het groeien is. Horen we dat in de media? Nee. Ik wil wel één ding zeggen nog. Dat de opwarming van de aarde en de steeds warmere zomers wel een feit zijn. Je ziet het nu heel dichtbij dat de gletsjers wel smelten, waardoor de wintersport in gevaar komt. En zelfs allerlei topskiers die komen in Nederland in een kunsthal oefenen, omdat ze nu al niet kunnen oefenen in de skigebieden voor de winter. Dat is wel een veegteken. Ja, dat klopt natuurlijk. Dat zijn lokale verschijnselen. Maar men moet dat niet per definitie toewijzen aan de CO2-uitstoot van die stoute mensen. Daar is geen bewijs voor. Wat men dan vindt als er zo'n gletsjer aan het terugtrekken is, dan vindt men daar een bos onder. En op die boomstronken, die kan men analyseren, die zijn dan 7000 of 9000 jaar oud, met beverbijtsporen. Nu, 7000, 9000 jaar oud, ik denk niet dat er toen veel menselijke CO2-uitstoot was. Dus er is een natuurlijke cyclus. Die gletsjers die komen en die gletsjers die gaan. Er zijn hier mensen die in Nederland denken dat over 12 jaar de wereld vergaan is. En dat Nederland al helemaal vergaan is omdat we onder NAP liggen. Hoe komt dat nou? Ja, dat komt omdat er een heel groot aantal wetenschappers in een massapsychose zitten. En het is een verdienjob. En als je als jonge wetenschapper een andere mening hebt, dan ben je je job kwijt.